Goedemiddag allemaal. Heel veel vragen. En dat is mooi. Want dan kan ik aan de slag. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dankjewel. Ik ga op alle serieuze vragen een antwoord geven. Van Siem. Siem Otter kreeg ik de vraag. Vincent, wat is jouw doel in je leven? En hoe ver denk je daarmee te zijn? En op welke manier hebben de plantmedicijnen, ayahuasca, de natuurmedicijnen, laten we het zo zeggen, ayahuasca, buffo, ovarius, de paddenstoelen, LSD, je daarmee verder gebracht of hierin geholpen? Dat zijn drie vragen, Siem. Die over die plantmedicijnen, die hou je van me te goed. De eerste twee ga ik nu beantwoorden, proberen te beantwoorden. Want er komt zoveel bekijken. Ben je ooit uitgeluld? Maar goed, wat is mijn doel in mijn leven? Mijn hart volgen. En te blijven volgen. Als je dat doet, dan leef je jouw waarheid. En dat maakt je leven zoveel zinvoller. En hoe moeilijk het je ook soms gemaakt wordt, dat is eigenlijk de enige weg. Dat is de enige weg. Voor mij. En wat is dan mijn hart volgen? Ja. Ik hou ervan om mensen aan het lachen te maken. Mensen een spiegel voor te houden af en toe. En mijn waarheid te delen. En tot nu toe is dat wel aardig gelukt, denk ik zo. Zonder al te veel veren in mijn eigen reet te stoppen. Ja, dus dat. En ik ben ook heel dankbaar dat ik dat mag doen. Want het is een hele eer om dat te mogen doen. Om dat te mogen uitdragen. Maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Want als jij niet leeft wat je predikt, of althans predikt, waar je zegt in te geloven, dan raak je alle geloofwaardigheid kwijt. En natuurlijk, iedereen maakt fouten. Maar ik probeer te leren van die fouten. En dat mee te nemen in een beter mens te worden. Elke dag. Want je krijgt zoveel lessen van het leven elke dag. En of jij daar wat mee doet, dat is een tweede. Maar ja, als je er niks mee doet, dan evolueer je niet. En dan blijf je hangen. En dat is zonde. Want je kan het jezelf zo fucking mooi maken. Maar goed, mijn doel. Mijn hart volgen. Want als je dat doet, geef je aan het leven. Weet je, in alle eerbied naar het leven. Met respect naar het leven. In de liefde voor het leven. Geef jij jouw waarheid aan het leven en dan krijg je het ook weer terug. Dat is wat het leven wil, dat jij je hart leeft, dat jij je waarheid leeft. Dan wordt het een symbiose. En dan gaat het leven jou tot oneindige hoogtes stuwen. Dat is mijn waarheid. Jouw waarheid kan er 10.000 mijl vanaf liggen, maar ik denk, Siem, dat jij het niet alleen aan mij vroeg, maar dat je het ook aan jezelf vraagt. Wat is jouw doel in jouw leven? Hoe vul jij je tijd in die je hier hebt op aarde? En die lijkt oneindig. Die is eigenlijk ook oneindig, maar hij is ook maar zo kort. En wil jij je leven leven
Wil jij je leven niet naar jouw waarheid leven? Dat is zonde van je tijd. Ook een minuut die jij niet je waarheid leeft, is een minuut vergooid, wil ik niet zeggen, want je leert er ook weer van. Maar het is zonde. Ja, mijn doel, mijn hart volgen. En niet te blijven volgen en te vechten waarin ik geloof. En dat is een wereld vol liefde. Naar het leven, voor het leven, van het leven. Met respect naar het leven, voor het leven. In dankbaarheid naar het leven. Voor het leven, van het leven. En ik zal dat altijd blijven doen. En dat is een mooie, hele dankbare taak om te mogen hebben, om te mogen doen, om te mogen leven. En een grote verantwoordelijkheid, maar goed, dat maakt het ook wel weer mooi. Ja, ik denk dat dat hem wel is. En goed om over na te denken. Wat is jouw doel in je leven? Hoe ver ben je? Hoe ver ik ermee ben? Ik ben zo ver als dat ik ben. Hallo.